Het is maandag 28 april. Welkom bij Rijnmond Nieuws. De Turkse voetbalclub Fenerbahçe is kampioen en dat betekent feest in Rotterdam. Brandweer laat op zich wachten in de Pinkstraat. En nog 3 dagen en dan is bekend hoe de nieuwe Kuip eruit gaat zien. En alvast kort het weer van morgen van weerman Ed Waldus. De verwachting voor dinsdag is wat onzeker, maar naar het zich nu laat aanzien krijgen we in de hele regio te maken met een aantal buien. Er liggen storingen boven onze omgeving. Temperaturen tussen 14 en 17 graden en er staat maar weinig wind. Zometeen kom ik graag bij u terug en dan kijken we naar het weerbeeld tijdens de rest van deze meivakantie. Tot straks. Politie en ME hebben gisteravond ingegrepen bij een feest van Fenerbahçe-fans in het centrum van Rotterdam. Enkele honderden supporters kwamen daar samen om het kampioenschap van de Turkse voetbalclub te vieren. Er is 1 persoon aangehouden. Een dag later zijn de ongeregeldheden van gisteravond het gesprek van de dag in de fanshop van Fenerbahçe aan de Zwart-Janstraat in Rotterdam. Er waren een aantal mensen die zaten echt niet binnen de fanatieke aanhang, zeg maar. Die liepen de hele tijd de wegen te blokkeren en dat soort dingen. En de agenten kwamen op een gegeven moment naar ons toe en die zeiden van: hey jongens, willen jullie alsjeblieft die mensen daar weghalen? En toen hebben wij ook gezegd van: oké, jongens, wegwezen daar, weet je. Alleen ja, die wilden maar niet luisteren. En ja, dan loopt het al snel uit de hand. Het was wel een beetje chockerend, laat me zo zeggen. Want ik heb het nooit meegemaakt. En als je opeens dan ook al die politie zo achter je aan ziet rennen, is wel eng. Want dan heb je zoiets van: wat heb ik gedaan, weet je. Ik vond het wel jammer dat het zo was gegaan. Ja, en ik was gewoon weggelopen eigenlijk. Ik wou niet met politie te maken hebben. Opvallend veel jonge Turken vierden gisteravond feest. Hoewel ze vaak in Nederland zijn geboren, zijn ze fan van Fenerbahçe. Mehmet Serit is hoofdredacteur van de Turkse krant Zaman Vandaag. Hij heeft wel een idee waarom veel Turkse jongeren fan zijn van clubs uit de Turkse competitie. Wat ik ook bij veel jongeren zie, dat ze gewoon vooral de laatste jaren in verband met of dat een politieke sfeer is, of dat geen baan kunnen vinden, of gewoon geen stageplekken kunnen vinden, dat ze zich hier helaas niet meer thuis voelen. Turkse jongeren die ook gewoon hoogopgeleid zijn, die dromen van toekomst in Turkije. Dan vind ik ook niet raar dat gewoon die jongeren fan van Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş worden. De ontevredenheid bij veel Turkse jongeren is volgens Serit niet de aanleiding voor de ongeregeldheden. Volgens hem gaat het puur om baldadigheid. Het blijft gewoon jammer. Het moest gewoon feest zijn. Dus het blijft gewoon jammer. We kunnen er niks meer aan veranderen, maar ik hoop dat het volgend jaar beter gaat. Dordrecht kan eindelijk beginnen met de sanering van de stort van Troost in de Biesbos. De gemeente heeft de polder Stedendijk, waar de stortplaats in ligt, aangekocht voor het symbolische bedrag van 1 euro. In de jaren 80 is er in dit gebied door de firma Troost chemisch afval gestort. Daardoor zitten honderden miljoenen kilo's aan kankerverwekkende stoffen in de grond. Er is jarenlang gesteggeld over wie de gifbelt moet opruimen. De eigenaar liet zich failliet verklaren om hieraan te ontkomen. De gemeente begint nu dit najaar met de klus en het Rijk stelt 900.000 euro beschikbaar voor de sanering. Bewoners van de Pinkstraat in Rotterdam-West zijn niet te spreken over de aanrijdtijd van de brandweer. Gisteravond ging in de straat in eerste instantie 1 auto in vlammen op. Toen de brandweer arriveerde, stonden nog 3 auto's en een deel van een winkel in brand. Volgens de buurt omdat de brandweer ruim 20 minuten na de eerste melding verscheen. Zoals u kende met spoed naar de Pinkstraat, explosie, brand overgeslagen. Politie en ambulance zijn al aanwezig. 4 auto's branden hier in de Pinkstraat in Rotterdam Oud-Maternesser. Ook de zijkant van een Hindoestaanse winkel heeft al vlam gevat. En dan verschijnt daar uiteindelijk de brandweer. De winkel kan maar deels worden gespaard. Ik heb een airco staan en die is daarachter is die ontploft. En al, de hitte, hè? Daar kan je niks aan doen. De buurt leeft mee, maar is ook verontwaardigd. Waar bleef toch de brandweer? Hoe lang deed de brandweer erover? Nou, ik denk toch wel een half uur, hoor. Ja, een half uur, zeker. Ja, ik denk wel een half uur. Ook gedupeerde autobezitters klagen. Ja, 20 minuten of half uurtje duurt het lang. En toen was uw auto nog goed? Ja. Ja, als de brandweer op tijd was, dan was onze auto misschien niet verbrand en de 2 die daarna stonden. Ja, dat is schandelijk. Dat is echt onbegrijpelijk. He, ze hadden hier een brandweer, had je hier in de wijk, hier in de, bij Sparta daar. En dat hebben ze toch opgegeven, mooi bezuinigen.
En dat moet naar uit Schiedam komen. Een van de toegangswegen is door werkzaamheden afgesloten. Maar of dit de lange aanrijdtijden heeft veroorzaakt? De brandweer zwijgt vooralsnog. Het is toch treurig dat je verdorie weer nou zit met je kind. Volgens de gedupeerde zou overigens sprake zijn van brandstichting. Wij hebben gezien dat een paar jongens die straat in wegrenden. Dus blijkbaar, het is sowieso wel bewust gedaan. Kijk, dit kan je, wie gaat dit schoppen? Nee. Kijk, daar, alles, pruiken zijn verbrand. Alles is, nee. Je kan niet alles schoonmaken, dit is onbegonnen werk. Ja, volgens de brandweer waren ze met 2 wagens wel binnen 15 minuten ter plaatse. Zometeen, wat gaat het worden? Bam of Red de Kuip? Voor mijn gevoel is het beter voor supporters en voor mensen die in het stadion naar de wedstrijd komen kijken dat er een derde ring bovenop het stadion komt. Want dan zijn de zichtlijnen wat beter op het veld. Vandaag kwamen de eigenaren van de 3 getroffen huizen in de Rotterdamse Margrietstraat bij elkaar. Vrijdag moesten ze vanwege instortingsgevaar hals over kop hun woningen verlaten. En dat had misschien helemaal niet gehoeven, zeggen de bewoners nu. Dat zou blijken uit 1 van de 3 onderzoeken naar de funderingsproblemen. Afgelopen vrijdag werden 3 panden in de Margrietstraat per direct ontruimd. Door paalrot zou de fundering zo slecht zijn dat de huizen dreigen in te storten. Vandaag plaatsten bouwvakkers er stalen hekken, zodat er niemand meer bij de gevel in de buurt kan komen. De gemeente doet inmiddels onderzoek naar de fundering. En ook de eigenaren hebben een eigen onderzoek laten doen. In een 3 uur durend overleg bespraken ze vandaag de resultaten. Nou, wat in elk geval naar voren is gekomen, dat nog niet met 100% zekerheid vast is komen te stellen dat de woningen hadden moeten ontruimd afgelopen vrijdagavond. Nu pas worden er dus ook afrasteringen neergezet voor mensen vanuit de omgeving. Nou, ik heb zoiets, als het zo dringend was geweest, had dat ook vrijdagavond gebeurd moeten worden. Want er mogen mensen nog blijven wonen, er mogen mensen door de straat lopen, alles mag. En wij moesten er per direct uit. In een reactie blijft de gemeente erbij dat de ontruiming van afgelopen vrijdag noodzakelijk was in verband met de veiligheid. Toch blijven de bewoners hopen dat er geen instortingsgevaar is. Ik hoop dat de gemeente geen goede conclusie heeft getrokken. En dat u uw huis weer in mag. En dat wij ons huis weer in mogen. Of dat ook kan, hopen de bewoners woensdag te horen van de gemeente. Want dan zou er meer duidelijkheid komen over de uitkomsten van de diverse onderzoeken. Dortenaar Ad van Wensen is zondag overleden. Hij was al ruim een half jaar ernstig ziek. Van Wensen was oprichter van de Belangenvereniging voor Eigenaren van Huizen met Paalrot. Later werd hij directeur van het Landelijk Kenniscentrum voor Funderingsproblemen. Door zijn inzet voor mensen met rottende heipalen rolde hij ook de lokale politiek in. Hij was raadslid voor Eco Dort en later voor Beter voor Dort. Begin dit jaar stelde hij zich niet meer verkiesbaar. Ad van Wensen is 69 jaar oud geworden. Wordt het voorstel van BAM of toch het plan van Red de Kuip? Over 3 dagen weten we hoe de verbouwing van het Feyenoordstadion eruit gaat zien. Donderdag komen de 3 verkenners naar buiten met hun advies. Vandaag en morgen bekijken we de plannen nog eens uitgebreid en peilen de meningen erover. Vandaag het voorstel van Red de Kuip. Twee en een half jaar hebben de mensen van Red de Kuip aan hun voorstel gewerkt. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er geen nieuw stadion komt. Het oude stadion moet helemaal worden gemoderniseerd. Het icoon van Rotterdam blijft behouden en het wordt gewoon het modernste en grootste stadion van Nederland eigenlijk. Er komt een nieuw dak op met helaas schuifpanelen. Dat is wel goed voor de business, maar wij zijn tegenstander van een gesloten dak. En er komt een nieuwe derde ring inderdaad, waar 17.000 plaatsen op komen. Red de Kuip wil ook dat het huidige Maasgebouw verdwijnt. Ja, moet helaas gesloopt worden. Staat te ver van het veld vandaan en een modern stadion heeft gewoon zicht op het veld. En de business moet gewoon het gevoel van een zicht op gras hebben, zeg maar. En daarom brengen wij alles in de mantel onder. Vorig jaar lag er al een plan van Red de Kuip. Toen de discussie over een nieuwe Kuip werd afgebroken, is het toch hard doorgewerkt. Het oorspronkelijke plan is steeds verder aangepast. We hebben alle input meegenomen van supporters, aandeelhouders. We hebben elke keer een redesign gemaakt van ons werk. We hebben ook input van Hypecube gekregen. En Feyenoord gaat het meeste geld verdienen met ons plan. Duidelijke taal van Red de Kuip. Maar hoe kijken de deskundigen tegen dit plan aan? Ruud van der Knaap is sportmarketeer. Een expert dus op het gebied van sport en commercie. Hij heeft het plan van de BAM en Red de Kuip bestudeerd.
Beide plannen zijn goed volgens hem. Er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Het plan van BAM gaat uit van een verlengde tweede ring. De tweede ring zoals die nu is, wordt verder doorgetrokken naar achteren. Terwijl het plan van Rette Kuip uitgaat van een derde ring boven de tweede ring op het huidige stadion. Voor mijn gevoel is het beter voor supporters en voor mensen die in het stadion naar de wedstrijd komen kijken dat er een derde ring bovenop het stadion komt. Want dan zijn de zichtlijnen wat beter op het veld. Op het moment dat je nu achterin op de tweede ring van de Kuip zit, dan is het al redelijk ver kijken naar het andere doel en naar de spelers op het veld. En op het moment dat daar nog een meter of 20, 30 supporters achter jou zitten, dan kun je de spelers nauwelijks meer herkennen, denk ik. Ik vind Rette Kuip wel een mooi idee. Ik heb plaatjes gezien, afbeeldingen en ook gelezen. En dat interesseert me meer dan een heel nieuw stadion in ieder geval. Nou ja, BAM gaat ook renoveren. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar ja, ik vind Rette Kuip toch bijzonder, omdat je eigen supporters daar ook meer inbrengen hebben. Ja, Rette Kuip. Ja, ik vind het design van het stadion mooi. In beide plannen kost het stadion ongeveer 200 miljoen euro. De financiering zou rond zijn, maar hoe zit het daar nu precies mee? Beide partijen zeggen dat ze de financiering rond hebben. En op welke manier ze dat hebben geregeld, dat is nog niet helemaal duidelijk. Die plannen worden nu ook doorgerekend. En ik begrijp dat de verkenners vandaag of morgen die doorrekeningen te zien krijgen. En dan zal er een stuk meer duidelijk zijn. Maar ik denk dat de gemeente er wel goed aan zou doen om een bepaalde rol in te nemen in de renovatie van de nieuwe Kuip. Er wordt gesproken over een klein aandeel bijvoorbeeld. Van 10% voor 35 miljoen. Dat zou een scenario kunnen zijn. Ik denk dat dat ook een goed scenario zou zijn. Want de Kuip en Rotterdam die zijn met elkaar verbonden. En het is een iconisch gebouw in de stad. Die ook veel reclame en promotie oplevert voor de stad. Dus ik denk dat dat wel een bepaalde investering waard is. Red de Kuip. Ja. Want? Dat is het mooiste stadion wat er is op het ogenblik. Zeg het mij. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Met wel een dak op dadelijk, hè? Ja, nee, het is niet anders. Jammer. Het is eigenlijk natuurvoetbal, hè? Gewoon open dak, dat is het mooiste. Dat het gras nat kan worden. Dan heb je echt de duels tenminste. In plaats van dat je bij als het keihard regent dak dicht gaat, ja, dan vind ik niet echt dat je echt voetbal hebt. Ja, welk ontwerper ook wordt gekozen, er gaat een dak op komen. Ja, daarom. Ja, dus helaas, maar het is niet anders. Of naar een andere club? Nee, dat niet. Feyenoord voor altijd, hè? De competitie in de eerste divisie is sinds vrijdag voorbij, maar het seizoen gaat voor ons nog wel een tijdje door. Waarschijnlijk Ruud van Os op de redactie. Zeker weten, want alle drie de ploegen in de eerste divisie uit deze regio hebben zich geplaatst voor de na-competitie, de play-offs om promotie. FC Dordrecht en Excelsior mogen de eerste ronde overslaan. Over Excelsior kan nog wel worden gezegd dat Daan Blijdaar zijn contract met 1 jaar heeft verlengd. Sparta moet de eerste ronde wel spelen. Vrijdag uit bij FC Eindhoven en vanavond thuis tegen FC Eindhoven. Normaal gesproken zijn thuiswedstrijden een garantie voor succes, maar bij Sparta dit jaar helaas niet. Schouder aan schouder leeft Sparta toe naar de play-offs. Door de 9 nederlagen in 2014 is Sparta dit jaar de slechts presterende thuisploeg van heel Europa. Sinds Kruijs aan het roer staat is zijn ploeg gekelderd van de 4e plaats naar de 16e plaats in de eerste divisie. Zullen we het over de wedstrijd hebben of wat? Over de play-offs? Ja? Oké. Okay. Nou, we hebben lang naar de play-offs uitgekeken. Ik ben blij zelf dat die gaan beginnen. En zo zitten we in het verhaal en volgens mij de spelers ook. Mag ik dan vragen waar het vertrouwen op gebaseerd is? Je mag alles vragen. Ja, Ruud, het is een nieuwe competitie. Het is een knock-out systeem. En als je praat over vertrouwen, dat is broos. Ook dat weten we, Ruud. We hebben dat al vaker gezegd. Maar ja, het is een nieuwe wedstrijd. Tegen Eindhoven, dat als 6e eindigt in de competitie, keren Donovan Slijngaard en Mimou Mahi waarschijnlijk weer terug in de basis. Sparta Eindhoven begint om 9:15 en er zijn nog wel wat kaarten voor de wedstrijd, die hopelijk niet Sparta's laatste thuiswedstrijd van het seizoen is. En voor de mensen die niet naar het kasteel gaan, Radio Rijnmond is er natuurlijk gewoon bij. Live verslag Sparta FC Eindhoven vanavond vanaf 8 uur op Radio Rijnmond. Ja, en wat is er dan straks allemaal te zien in Sportclub Rijnmond? Dan gaan we nog even verder met die play-offs in de eerste divisie. Maar ook echt, dat moet je zien, een prachtige terugblik van 3 jaar Ronald Koeman in de Kuip. Moet je echt zien. Verder ook roeien en waterpolo. En nog iets heel moois, een scheidsrechter van 80 die iedere zaterdag al 50 jaar lang trouw zijn wedstrijdje sluit. Sportclub Rijnmond, blijven zitten, niet weggaan, blijven kijken. Oké, ik ga echt kijken. Dankjewel, Ruud van Os.
120 deelnemers, 9 wedstrijden in 9 dagen en degene met de meeste punten is de winnaar. We hebben het over schaken. In het topsportcentrum Rotterdam is het NK Jeugdschaken begonnen. Afgelopen zaterdag op Koningsdag was de aftrap en niemand minder dan de 19-jarige Nederlandse grootschaakmeester Anish Giri was naar Rotterdam gekomen om de loting te verrichten en de eerste zet te zetten. Ja, ik heet Anish Giri. Ik ben Nederlands schaker en ik ben oorspronkelijk geboren in Rusland, maar ik woon al 6 jaar in Nederland. En goed, ik ben nummer 1 van Nederland en sta ik in top 20 van de wereld. Als je goed wil worden in schaken, moet je gewoon schaken en zoveel mogelijk doen. En goed, blijkbaar moet je ook wel daar interesse in hebben en bepaald soort eigenschappen hebben om een goed schaker te worden. Je moet wel geconcentreerd kunnen blijven en dat soort dingen. En goed, ook een beetje geluk. Hoe meer je weet over schaken, hoe meer je begrijpt dat je daar niets van weet en dat het heel moeilijk is en heel interessant en het raakt gewoon nooit op. Je kan je hele leven lang schaken en dan weet je er nog steeds niet alles van. Bij mij is het zo dat de allereerste keer toen ik klein was, was ik toen 6 of zelfs eigenlijk 5 jaar. En ik speelde heel veel altijd puzzels en raadseltjes van mijn moeder. Dat vond ik altijd heel interessant en we hadden een schaakbord thuis. En op een gegeven moment wilde ik het ook leren, maar dat bleek toch wel moeilijker te zijn dan al de andere puzzeltjes. En het is mijn moeder niet gelukt om mij te leren schaken. Goed, gelukkig een paar jaar later heb ik het met behulp van een boek wel kunnen leren. Nou, kijk, elke schaaktoernooi is een groot feest voor een schaker. En vooral zo'n NK. Ja, dat wordt wel een feest voor de deelnemers. Eén ding, had jij vandaag niet veel liever Koningsdag willen vieren? Ik ben gewend om dat soort belangrijke dagen aan het bord bezig te zijn. Dus ik schaak op Koningsdag op mijn bij alle feesten bijna schaak ik, dus dat is mijn leven en dat vind ik juist leuk. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder.